Hoe is je gevoel nu? Ja, niet goed. Wij willen graag Champions League spelen. Het niet gelukt. Maar gewoon verder. Kijken wat goed was, wat niet goed was. En gewoon stappen maken. Wij zijn zo'n jonge ploeg. En gewoon doorgaan en verder. Was het onnodig vandaag? Ja, ik denk wij zijn niet goed begonnen. Maar de tweede goal doel was kut. Ik denk dat was in een periode waar wij de betere ploeg was. En dat was gewoon onnodig, denk ik. Maar ja, dat kan gebeuren. Jij bent aan het slag en dan maakt die tegenstander een counter. En dan scoren zij en dan loop je weer achter hun. En dat is dan moeilijk. Maar het is nu klaar. Ik denk wij moeten gewoon verder gaan. Oprichten. En kop omhoog. En dan gaat het verder. Ja, het was natuurlijk een emotionele avond met het eerbetoon aan Nouri. Heb je er wat van meegekregen? Ja, zeker. Zeker. Het was moeilijke weken voor ons. Ook voor de familie. En voor iedereen. In Ajax denk ik. Maar dat zal gewoon ook geen excuus zijn. Dat is van het begin, wanneer je de plakkaat ziet. De plakkaat, hoe zeg je? Plakkaat of... Het megadoek, het doek. Ja, dat is gewoon veel emotie. Maar ja. Ja, je zegt al, het begin was niet zo goed. Komt dat dan ook omdat je nog onder de indruk bent van omdat het zo bijzonder is? Of is het dan gewoon toeval, denk je? Nee, ik denk wij moeten ons nog een beetje vinden met elkaar. Druk zetten, alles moest gewoon, denk ik, beter. En alles lijkt nog zo'n beetje moeilijk. Ik denk, wij moeten gewoon beter spelen. Gewoon die dingen beter doen. Beter, elke dag beter worden. En gewoon de maximum uithalen. En iedereen heeft zoveel potentie. En de ploeg, ja, en gewoon verder gaan. Het gaat verder, kop omhoog. En, genoeg goede dingen ook die je mee kan nemen naar de volgende wedstrijden, denk ik. Ja, het zijn altijd dingen die je meenemen kan, denk ik, van een wedstrijd. Besonders van deze wedstrijd. Nice is een hele goede ploeg. Kan ook lekker voetballen. Maar er zijn wel goede dingen geweest, maar ook viele dingen die niet goed waren. Ja. Ja. Welke dingen waren dat? Moet de trainer uitleggen. Ik ben speler, ik wil gewoon beter worden. Maar dat zijn dingen die de staf doet. Ja, laatste vraag. Nu moeten we de play-offs van de Europa League in. Is dat dan heel zuur? Wat is zuur? Vervelend? Nee. Gewoon, het is klaar nu. Kop omhoog. En nu is het doel Europa League. Kun je van vorig seizoen maar herhalen dan? Ja, dat moet het doel zijn. Dankjewel.